de organisatie in het gebouw. Met wie ben ik in gesprek? Met Lieke, met Lotte. En met Job. En wat doen jullie hier eigenlijk en waarom doe je het? Ja, wij zijn leiding van de VCJC, dat is een club in Lekkerkerk. En Job kan er meer over vertellen. Wij geven op donderdag en vrijdag aan het club aan kleine kinderen. Inderdaad, van de leeftijd tot en met 8 tot en met 16 jaar. En deze worden naar leiding en in de herfstvakantie gaan wij geven wij een rommelmarkt om de VCJC te financieren. En vertel eens, wat is VCJC? Vrijzinnige Christelijke Jeugdcentrale. In één keer goed. En dat is een goed doel, zeggen ze op een gegeven moment. Is dat specifiek voor Lekkerkerk of hebben jullie andere doelstellingen? Nou, het is gestart in heel Nederland, maar eigenlijk zijn wij nog de enige die tot nu toe over zijn. Dus, uit heel Nederland? Uit heel Nederland. Dus dat is eigenlijk uniek. Wij zijn eigenlijk uniek, zo kan je het zeggen. Ja, en waarom is het zo uniek dat jullie het wel blijven doen? Er is niet. Ik denk toch dat het, wij zijn gewoon de leukste leiding. Dat is het denk ik voornamelijk. De leukste leiding? Ja. Daar komen ze voor? Ja. Daar komen ze voor, gewoon leuke mensen. En hoeveel kinderen hebben jullie op de club? Gemiddeld rond de 50. Rond de 50? Ja. Vaste kinderen? Ja, op zich wel. Ja. En wanneer gaan jullie optreden of wat doen jullie dan precies? Nou, we hebben dus donderdag en vrijdag sowieso clubavond en we hebben een zomerkamp en een rommelmarkt. En de rommelmarkt? Ja, want dat zijn we nu. Dat was wel leuk buiten, zei ik op een gegeven moment. Want een rommel, zegt iemand, zijn allemaal goede spullen. Daar kan ik me nou niet voorstellen dat je goede spullen op een rommel maakt. Maar dat is wel zo bij jullie. Dat is bij ons zeker zo. Zeker aan het begin om 9 uur, dan kunt u echt topstukken scoren. Ja. En hoe brengen jullie dat dan bij elkaar? Wij hebben vrijwilligers, daar gebruiken we hiervoor. En trekkers. Dan gaan we door het dorp en vaste dagen en dan halen we alles hier naartoe. En van welke kerkgenootschap zijn jullie geassocieerd? Vrijzinnig? Ja. Waar staat de kerk? Hier zo? Hiernaast. Dat is de kerk. Die net aan het klokkenluien was. Ja, juist. Hebben jullie een bepaalde boodschap uit te stralen, ook voor volgend jaar of voor de kinderen? Ja, zeker. Vertel. Allemaal, ten eerste op donderdagavond hebben we clubavond voor meiden van de middelbare school. Dat staat hier ook. Vrijdag is dat voor jongens van de basisschool. Ja. En ik zei het verkeerd, ook voor de middelbare school, dat is vrijdagavond. En allemaal komen. Kom iets erop. Foto erbij. Foto gezet. Zonnebril erbij. Zijn de Elsa-renners. Heel bekend. Goed. Ja? Ja, we zijn positief gestemd. Kijk, veel verkocht of? Wij hebben heel veel verkocht. Je bent te laat. Hoezo? Nou, je had hier natuurlijk vanochtend om 7 uur moeten zijn. Dan had je al die drommen met mensen hier aan kunnen komen. Nou ja, ik bedoel, nou is het een beetje ook mooier weer, hè? Dan lag ik nog een beetje op bed. Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, jullie zijn de bikkels, toch? Wij, Hij is de bikkel, hoor. Nou. Wat doe je het eigenlijk voor? Wij doen het voor het goede doel. En welk goede doel is dat? Dat is de verbouwing van de GAAR. De verbouwing van de GAAR. En wat is de GAAR? Wat is de GAAR? De GAAR is dat gebouw daar, dat is van de kerk. Wat hoor ik nou? Origineel uit Zuid-Afrika? Nee, we hebben ze over laten vliegen uit Afrika. Wat heb je over laten vliegen? Die mooie stukken daar. Ja, die meneer houdt ze nu een beetje achter zijn rug op. Ja? Ja, hij wil ze niet bekendmaken, maar kijk. Speciaal uit Zuid-Afrika? Ja, absoluut. Oh! Deze komt uit het midden van Afrika. Uit het midden van Afrika? Ja. En hij is niet op mogen halen ofzo? Of is nou je speciaal op de markt open? Dat zat er niet bij. En hoe loopt de handel, koopman? Het is goed gegaan. Goed gegaan. De laatste loodjes wegen zwaar, maar het gaat leven. Ja, met hem zijn we. Ik ben vrienden met het leven. Met het leven met hem, ja. Met hem? Ja. Dat is toch fantastisch? Ja, geweldig. Om zo met elkaar op te trekken, of niet? Ja, goed. Hey, hartstikke veel succes, hè? Lekker vriendelijk, hè? Lekkerkerk in gesprek met Jan de Braber. Jan de Braber, wat doe je hier eigenlijk en waar ben je van? Ik ben van Stichting Kinderwerk Lekkerkerk en wat doen we? We zijn nu aan het zwinken dan op een feestdag in Lekkerkerk en we doen het Huttendorp, we doen een filmmiddag, we doen van alles eigenlijk. Alles wat met kinderen te maken hebben tussen basisschoolleeftijd. En is dat een stichting samenwerking met de gemeente, met jeugdwerk? Of, Nou ja, we zijn op zichzelf staande gemeente, maar we hebben wel de subsidies van de gemeente en dergelijke. Maar op zich, weet je, ja, we hebben een hele grote groep vrijwilligers die daar aan meewerken. Hebben jullie ook een clubhuis? Nee, wij organiseren het gewoon van huis uit, zeg maar. Dan hebben we de vergaderingen. En ja, weet je, we hebben gewoon onze vaste plekjes waar we gewoon onze dingetjes doen. En hoe groot is eigenlijk jullie bestuur of jullie comité? Ja, je hebt natuurlijk een bestuur met de voorzitter en de penningmeester en dergelijke. Maar we hebben nu 15 leden van het bestuur. Waarvan ja, de leeftijd variërend van 15 tot... ja, Anneke is rond de 50, laat daar bouwen. Ja, wat is een stichting? Kan ik het vergelijken met een buurtvereniging of iets? Nee, het is echt gewoon, ja, het is gewoon Stichting Kinderwerk. En ja, het is niet echt, wij organiseren activiteiten, zeg maar, voor alle kinderen die op het dorp wonen. Alle leeftijden? Nou, voornamelijk de basisschoolleeftijd. Basisschoolleeftijd? Ja. En wat hebben jullie dan elke week of zo? Nee, we hebben niet elke week, we hebben gewoon een bepaald aantal activiteiten. In ieder geval het Huttendorp hebben we. We hebben, nou ja, de afgelopen keer hebben we Ernst, Bobby en de Rest gedaan bij de Feestweek. Dit jaar, volgend jaar dan 2014 gaan we ook wel weer een middag. Dus jullie doen ook mee met de Feestweek? Ja, dan hebben we ook nog een middag hier die we opvullen. Volgend jaar doen we het ook weer. Nou, we willen een filmmiddag organiseren. En, ja, nu zijn we dan aan het sminken bij activiteiten. En nu gelijk met de rommelmarkt, is dat een speciale doelstelling? Of nee, ja, we werden gevraagd of wij ook wat wilden doen namens het kinderwerk. En toen hebben we gelijk een gratis rugtest erbij gekregen waar we ook op letten. En zo zijn we enthousiast genoeg om alles te doen.